Hoi allemaal, mijn naam is Robin en ik ben ambulant cliëntbegeleider bij Lunetzorg. Dit doe ik nu ongeveer anderhalf jaar in Team Woensel Noord. Ik werk met mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Deze mensen begeleid ik op allerlei leefgebieden. Denk bijvoorbeeld in het ondersteunen van het huishouden, het ordenen van de administratie of het voeren van gesprekken met verschillende instanties. Daarnaast ben je een luisterend oor of geef je soms advies bij keuzes die hun willen maken. Daarnaast probeer je als ambulant begeleider vooral de cliënt in zijn kracht te zetten door soms vragen te stellen zonder daar alle antwoord op te geven. Daarmee zet je een cliënt zelf aan het denken en komen ze vaak zelf al tot hele goede oplossingen. Vooral dat laatste vind ik leuk om te doen. Een cliënt zelf aan het denken zetten en zelf met oplossingen komen. Dan krijg je vaak de leukste uitkomsten die perfect aansluiten bij de cliënt. Ik ga jullie deze week meenemen, zodat jullie een mooi beeld krijgen van wat het werk als ambulant begeleider inhoudt. Goedemorgen allemaal, ik kom zojuist van een overleg met collega's. We zitten samen in een casus en hebben even besproken hoe we de komende periode verder gaan. Ik ga nu naar de volgende afspraak, daar kan ik jullie niet mee naartoe nemen. Dus ik zie jullie daarna weer. Zo, ik kom nu van een afspraak af en ik ga nu richting het werk van een andere cliënt. Daar bespreken we eigenlijk vaak hoe het op het werk gaat, wat de stand van zaken is of de cliënt ergens tegenaan loopt. Daar ga ik jullie mee naartoe nemen. Ik ga jullie voorstellen aan Saskia. Ik zit hier samen met Saskia. Ik heb jullie net verteld dat ik hier naartoe zou gaan. Saskia, vertel eens, waar zitten we? We zitten hier in Eindhoven bij Van der Leegte. Dat is een werkleerbedrijf voor het behouden van een uitkering. Het is een werkleertraject. Ik zit nu een half jaar, bijna een half jaar hier. Ik moet hier over twee maandjes weg. En dan? Zorgt ergo voor een nieuwe plek. Wat voor werkzaamheden? De werkzaamheden is orderspikken, inpakwerk. Zorg dat het gewoon voor de klant naar buiten kan. Ja. Dus gereed maken voor vrachtwagens. Perfect. Nou zit ik hier. Wat doe ik hier? Je bent mijn ambulant begeleider. Yes. En ondersteunt mij wat de dingen fout gaat waar ik tegenaan loop. Dat ik daarmee jou erover kan hebben en hoe ik het dan moet gaan veranderen. Yes. Ja, daar komt het een beetje op neer. Jullie zien Saskia vrijdag weer, want Saskia? Ik heb jou op maandag en ik heb jou op vrijdag. Yes. Maandag ben je op het werk en vrijdag ben je bij mij thuis. Ja, en als ik thuis ben, dan hebben we het vaak over andere dingen. Ja. Dingen die thuis spelen, relaties, wensen, wonen. Klopt. Eigenlijk al dat soort dingen. Ja. En hier hebben we het over alles wat op het werk speelt. Dus, jullie zien Saskia vrijdag weer. Zo, net even wat administratief werk kunnen doen, telefoontjes kunnen plegen. En nu weer gauw door naar de volgende. Nou, zoals je zag kom ik net van Danny af. Ik heb niet echt een video kunnen opnemen waarin ik Danny heb voorgesteld. Nu zie ik Danny donderdag bij hem thuis. Dus dan zal ik Danny voorstellen. En zal Danny ook vertellen wat ik bij Danny kon doen. In de volgende vlog gaan jullie de andere dagen zien de rest van de week. Ik wens jullie een hele fijne avond, middag, dag, whatever.